Limburgse derby tussen Roda en MVV. Een derby helaas dus zonder uitsupporters de komende 3 jaar na ongeregeldheden vorig jaar. Dus alleen Roda-fans hier in het stadion. Zoals er ook alleen maar MVV-fans in de Geuzelt zullen zitten later deze competitie. Een leeg uitvak dus. Leijten. Tegen Koolmans op, een eerste hoekschop voor Roda. Variant. Kruiver. Bal geblokt, appel voor Hens, maar de bal komt van een voet af. En daar een geweldige reactie van Romain Matthys. Nou, was Roda heel dicht bij de openingstreffer via Thomas Oudekotte. Fantastische reactie van Matthys. Seedorf van de andere kant. Weer een variant. Scherp ingebracht, Matthys maar half en nu helemaal. Is daar bijna de rebound dus voor Thiago Soukour. Aktas met grote passen. Dat moet maar eens in, de centrale verdediger. Zoeken naar Braken. Die verlengt, legt hem op een hand. Krijgt hem terug van Smeets. Braken en ook de grote kans voor MVV. Ze hebben beide ploegen al snel een serieuze kans gehad om de score te openen. Opening van Kleine richting Boeifrahi. Tegenover Kruiver die dus belast is met geel. Boeifrahi er langs. Boeifrahi, dat zei net. Er valt misschien wel wat te halen voor MVV. Met geel op zak dus Kruiver die geen risico kan nemen in het verdedigen. Boeifrahi makkelijk binnendoor. Het is goed gevoetbald door Roda dat daar een overtal heeft. Oudekotte met de voorzet, weggekopt. En dan de rebound, weer appel voor Hens, maar van dichtbij op de elleboog geschoten. De inzet van Reuzeler. Zo heeft Dieperink al snel een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen. Legt hij nu uit wat zijn visie is. Armen bij het lichaam, korte afstand, harde bal. Verre Slegers. Een serieuze kans voor Koolmans. Een treigel kan ingrijpen. Daar kwam Braken nog invliegen. Hij krijgt daarvoor een vermaning van Dieperink. Grote kans voor MVV uit de hoekschop. Goeie vrij. Kleine, weer ruimte om te schieten. Kleine, serieuze poging. Draaigoal in twee instanties. Draaigoal wacht heel lang. Beert blijft rustig. Vaak zie je dat toch verkeerd aflopen. Daar zorgt Roda de problemen even op, maar voetbalt het zich nu wel goed naar voren. Seedorf. Zwierten. Zwierten is er langs. Een dubbele tackle. Koolmans krijgt er een voet tegen. Seedorf in het zijnet. Had hij zijn basisdebuut een flinke glans kunnen geven. Seedorf. Müller komt buitenom. Seedorf naar binnen. Seedorf met het schot. Over de goal. Bij Matthys. Kleine. Hier is over nagedacht. Aktas legt de bal breed. Maar niemand van de MVV daar. Segers. Slegers. Smeets. Goede combinatie van de MVV dit. Teruggetrokken bal. En die valt voor de voeten van El Basri. Maar die schiet hem recht op Treigel. Dat had de 1-0 voor MVV moeten zijn. En Treigel hoefde daar alleen maar in een reflex een handel omhoog te gooien. Orhan Zepar, notabene overgekomen vorige zomer van MVV, transfervrij. Het invallen tegen zijn oude ploeg. Dat is de vervanger van Joshua Zwierten. Ryan Leijten. Seedorf gelooft daar niet echt in. Die bal was toch makkelijk haalbaar.
Nou, het Zeedorf van binnen voor MVV. Het Zeedorf is erbij gaan liggen. Was dus simpelweg fysiek niet in staat om te sprinten daar. Zal u niet verbazen dat Zeedorf naar de kant gaat. En ook einde wedstrijd voor Lucas Beerte. En dus het volgende centrale duo op het middenveld bij Roda. Het is begon met Beerten en Zwierten. Daar nu Zepar en Congolo. Smeets. 16 in. Legt de bal breed. En de redding weer van Trijvel. Omdat hij de bal weer recht op zich afgeschoten ziet worden door Ayman Kassimi. Je kan ook zeggen dat hij altijd op de goede plaats staat. Justin Trijvel. Het publiek gaat er nog even achter staan. 20 minuten voor tijd. Geen grote mogelijkheid van Roda in de tweede helft. Misschien nu via het Soekoer. Ja, Zauner. Zauner voert zijn acties te ver door. Zepar overname. Zauner heeft nu ruimte. Zauner. Reusler twijfelt. En dan nu de bal voor Silva Timas. Goede kap. En weer in de handen van Trijvel. Het afwerken van MVV in deze wedstrijd is ver beneden peil. 100% mogelijkheid voor Ilano Silva Timas. Ver bij de tweede paal. Vrij inkoppen. Bal in het zijnet. De poging van Niels Reusler. Matthijs heeft er vrij zicht op. Soekoer wordt even vastgehouden, blijft overeind. Benja Zauner, ruimte op rechts bij Griffith. Die goed langs schenk komt Griffith. Dan de ingreep van Silva Timas. Niet voor het eerst, appel voor Hens. En niet voor het eerst weggewoven. Slechts een corner. Smeets werkt weg. Weer een mislukte corner. Ook die zijn slordig. Voorzet scherp. Baten krijgt zijn voeten tegen en legt hem op de lat. Daar is hij voor het eerst. De huurling van Go Ahead Eagles. En gelijk levensgevaarlijk. De actie van Kruiver die Bouyfrahi een keer te slim af is. Voorlangs gegeven bij Smeets. En dan het inglijden knap van Baten en pech dat de lat een goal voorkomt voor Roda. Dit keer Schenk die wegkomt. Baten. Opgevangen, vrije trap voor Roda. Vrije trap verdiend door Thibaut Baten. Vrije kopkans, Zepar. En zo lijkt er een winnaar te gaan komen. Hij doet het tegen zijn oude ploeg, uitgerekend Orhan Zepar. Uitstekende vrije trap. Vrij ingekopt door Zepar. Matthijs geklopt. En weer zit het venijn bij een wedstrijd tussen Roda en MVV in de staart. De vrije trap is lang onderweg. Trijvel blijft staan. Schenk brengt opnieuw in. Bal blijft hangen. Drie van MVV daar. Maé kan koppen. Doeltrap. En dan fluit Diepering af. Wint Roda JC weer in de absolute slotfase van MVV. Vorig jaar gebeurde dat in blessuretijd door Lennart Arnils. En nu in de 90ste minuut, de laatste minuut van de officiële speeltijd, is oud-MVV'er Orhan Zepar de matchwinner. En boekt Roda de tweede overwinning van het seizoen. Een driepunter in een thuiswedstrijd. En niet zomaar een thuiswedstrijd. De thuiswedstrijd, de derby tegen MVV.